Ja? Ah, juist. Het boek van de paus. Nou is het fantastische van deze computer onder ons bed. Het boek zit er al in. Dus je legt dat boek onder een scanner. De computer leest het in. Heeft het al. Dus dan kun je vragen, is het een goed boek? Tik je in, quality boek. En dan zegt hij, bestand pausboek, niets nieuws gevonden. Heeft hij al gelezen? Enorme tijdwinst. Dat spaart tijd. Tijdwinst. En in die tijd lees je Matsier en Deurlacher, de winnaars van het ACO Songfestival. Begrijpt u wel, zo gaat het. Heb je dat gezien gisteravond? Ja, heb ik gezien. Ja. Wat vond jij daar nou van? Ja, helemaal mee eens. Helemaal goed. Mee eens. Pausboek dus op zich niets bijzonders, maar wel bijzonder de presentatie waarmee het gepaard was ging. Was woensdag. Ja, tik maar enter, wow. Ja. Over de drempel van de hoop, zo luidt de Nederlandse titel. Voor de publicatierechten is alles bij elkaar al zo'n 25 miljoen gulden betaald. Nooit eerder heeft een paus tijdens zijn bewind een boek voor het gewone publiek gepubliceerd. In het verleden hebben pausen encyclieken geschreven en apostolische brieven. Ja, stop hem even op dit beeld. Vast, ja. De pen van de paus. Dit beeld moest wereldwijd bewijzen dat hij het zelf met de hand had geschreven. Ja, dat is een pen voor de prijs waarvan je een computer met een laserprinter zou kunnen kopen. En dat is dus een gemiste kans, vind ik. Er had gewoon een eenvoudige pc op het bureau van de paus moeten staan. Ja. Dan had de paus in één klap 1 miljard katholieken, zeg maar iets, lekker kunnen maken voor de digitale snelweg. Ja, ja. Het is nu toch weer een spot voor de achterhaalde via Appia van het handschrift. Dus is dat weer een nieuwe ontwikkeling in de weg. Ja. Dat vind ik jammer. En zo'n gouden vulpen, zo'n goud, zo potserig. Had hij nou niet een beetje bij de gewone mensen kunnen blijven? Ja, ik vind het slecht gedaan. Ja, dat is ook het leuke van de computer. Je kunt hem alternatieven vragen. Dus alternatieven voor dit beeld van die gouden vulpen. Alt F13. Ja, dat is nou wat de computer multimediaal kan doen. Dat is toch fantastisch? En als je de drempel van die CD-ROM eenmaal hebt genomen zoals wij, dan ligt daar een hoop achter, joh. Dat hou je niet voor mogelijk. En het staat nog maar aan het begin, hoor. Het zijn nog maar de kinderschoenen. Wie nu niet meedoet, die mist de boot. Die valt af. Heb jij dat eigenlijk begrepen, die titel? Wat? Welke titel? Pausboek. De drempel van de hoop. Oh, gelukkig. Heb je ook niet over begrepen? Over de drempel van niets de hoop. Niets van begrepen. Ik begrijp niks van. Dus over de drempel van de hoop. Dus je zou zeggen, er is hoop. Er ligt een hoop. Dan is er een drempel en daar moet je overheen. Dan stap je midden in de hoop. Waarin? Nee. Of de drempel ligt na de hoop. Dat dacht ik. Over de drempel van de hoop. Ik dus heb je staat de drempel bij de hoop gedacht. Dus er is een heleboel hoop. Daar sta jij in. En je stapt eruit. Zover. Over de drempel. Maar er is een drempel. Maar waar beland je dan? Van de regen in de drup. Over de drempel van de hoop. De computer zegt niks nieuws gevonden. Dus je moet het doen met de feiten die je hebt. Titel vind ik sowieso al